Dat ik een keer aan het kijken was, daar ging het. De laatste keer wat? Zo ging zijn stream toen hij aan het praten was. Maar dat is al een tijdje terug, hè, dat ik gekeken heb. Zijn stream toen hij aan het praten was. Maar goed, de stream staat eraan, dus. Ik krijg nu ook iets voor die advertenties aan het begin van jou te streamen, of niet? Nog niet, nee. En wat mij het meeste helpt, en jullie kunnen gratis advertenties kijken om bits te ontvangen. En waar ik zelf het meeste baat bij heb, is als jullie mij bits geven. Want dat wordt... Bitcoins. Nee, bits. Dat is een soort cheer bits ofzo. Ja, bits zijn punten die je kan verdienen door reclames kijken of die ik... Maar moet je dat voor aanmelden ofzo? Oké, ik vraag me of ik al bits heb dan. Nee, je moet ook bewust gaan kijken. Als je op dat icoontje drukt, zeg maar, dat bits icoontje, dan moet je op get more bits. Dan kan je kijken of je een naam kan doen. Op die manier. Oké, snap hem. Daar heb ik het meeste aan, want daar wordt niks van gedragen. Je krijgt gewoon een tip. Een donatie doe je dan via Twitch. Is dat je nog een emoticon of wat dan ook erbij kan horen. Een spelsecrest, het is niet te geloven. Hoeveel seconden vertraging zit erin? 5 of zo? 8 seconden. Een hand even ergens aan het eind of zo, want ik moet weer opnieuw. Ja, net op 3 seconden. Okay. En daar kan ik ook ervoor zorgen dat degene die dus een abonnement afsluit bij mij, Subbers, dat ik bepaalde geluidseffecten heb. Ik ga sowieso een aantal geluidseffecten graag erin zetten. Voor mensen bijvoorbeeld headshot, een beetje een aantal leuke geluidjes. Maar dan ga ik ook een pakket gaan gebruiken voor mensen die gesub zijn. Oké, geinig. Boom, ik zit erin. Waar gaan we naartoe? Naar Lipo? Niet zoveel keus meer, hè? En ik mag natuurlijk niet uitspringen, juist. Van leuk een boek. Gaat op het eerste oog niemand mee? Godver, er zit nog een pijl in mijn hoofd. Ja, van mij ook. Beekhuis heeft... Lekker Beekhuis. Dat vliegen met mijn hoofd. Ja, die blijft in je zicht, ouwe. Dat is een bug. Hé, hey, bedankt, hè? Ja, ik wou net zeggen. Maar is bedankt. Als ik doodga, dan is dat de schuld. Kijk, er zit één team bij ons. Oh. Echt? Ja, ik zie die één iemand in ieder geval. Oh ja, kut. Ja, dat is één iemand of één team? Nee, een team. Twee gaan hier bij de warehouses. Ja, ze zitten zuid op die Pofka. Kut, waar ja, ik nooit gaan. Ik kan ook niet verder dan de warehouses komen, jongens. Dus ik pak de diner. Ik ben pretty much fucked, denk ik. Oh, er komt een gast bij de diner bij me. Ja, hij springt. Ik kom naar de diner. Ja, ik zie. Waar is een fucking pistool? Oké, hij is het huis aan de overkant ingegaan. Ja, dit is echt kut, Beekhuis. You really fucked me. Hij is zo meteen weg als het goed is. Ja, als ik dood ben. Kut, I'm fucked. Waar is die heen, Alex? Hij is boven. Hier, bij mij. Ja, godverdomme. 3 bij de warehouses. Waar is die, Alex? Hierheen. Jongens, we moeten die gasten opvangen van de warehouses. Ja, ik heb echt alleen maar een handgun. Fuck, maar die gast die hierheen rende was kwijt. Er is ook eentje in dit gebouw waar ik hier naar kijk. Ja, oké, ik weet dat ik bedoel. Die eerste na de warehouses. Oké, zodra ik een iets beter... De loodtrains komen eraan gelopen. Oh, ja, ik zie hem. 1 genokt. Eentje bij mijn bus. Ik heb er nog 1.
Ik kreeg een insta. Ze zijn allemaal dood, geloof ik. Weet je zeker? Ja, ze zijn allemaal dood hier, die twee hier. Nee. Oh, er schiet er nog één op me. Hè? Ja, meerdere squads dan. Ja. Wie zit er bij mij in? Ikhuis. Dus ik werd geschoten vanaf de warehouse weer. Was het warehouse of dat gebouw? Even de deur weer dicht. Waar je net naar keek. En voor mijn gevoel warehouses. Mijn gehoor was dat meer het gebouw waar je net naar keek. Ja, meer aan de overkant. Auto. Komt eraan. Ik zie hem. Kijk, zuidoost op de weg bij jou. Rechts van je Amstel. De weg. Daar. Boys move. Zit hij loopt nu laatst het huis. En de auto is links van ons. Oké, ik kom nu aan. Waar zit die pik? Ja, hij liep nog stuit hier. Daar. Tussen de containers ligt er een not. Oh man, ik schiet twee keer op hem. Wat een teringleier. Hoe gaat deze dood? Ik zit bij jou. Och jezus. Waar zit hij in het huis, je weet? Ja, waar ik dood ben gegaan. Zit hij, zit very, very low on ammo, vriend. Ik heb 5,56. Moet je dat doen? Hij heeft een shotgun. Hier. Thanks. Okay. Maar hij moet of held hebben of hij is heel laag, want ik raak hem twee keer met mijn shotgun. Maar... Ik ga even naar dat platte dakje naast de garage. Naar het huis van Beekhuis kijken. Ja, ik zag hem achterlangs lopen. Oké, ik kijk achterlangs. Daar. Ja, ik zie hem. Ja. Twee man. Wacht, ik ga even positie nemen. Twee man zit daar. Eentje heb ik nog. Andere zit achter een muur, zit hij. Als jij aan de achterkant er langs kan... Dat was een smoke. Daar helpen ze wel meer mee. Daar zitten ze in het hoe heet dat zat hij. Ja. Hij is wat resten daar. Ja, je moet move. Ik ben aan het healen. Oh, zijn ze uitgelopen. Daar is hem. Heb je hem? Okay, ze zijn verder. Ze zijn verder. Daar is hem, ja. Yes. Eén kill. Dat was hem. Ik heb ook een kill gekregen. Lekker, jongen. SKS, wil jij die? Ja, graag. Ja? Oké, dan drop ik komt zitten reserve. Heb jij, ik heb 5,56 voor je, jij 7,62 nog hebt. Ja. Nou, geweldig. We hebben wel een Dacia hier in de garage staan. Heb jij healing nodig? Nou ja, en ik moet ook eventjes een rugzak hebben. Op mijn lijk lag een rugzakje. Level 2. Ja. En op die gasten anders als ze me geloot hebben. Even kijken, is dit huis of eentje verder? Nee, eentje terug zat ik. Deze? Die, ja. Daar, dat was ik die daar lag. Als daar niet meer mijn hoe heet dat ligt, dan heeft een van die andere twee gasten. Okay. Mijn level 2 bekken. Ja, ik heb de auto. Ja, ik loot dit nog even leeg. Je kunt nog die andere gasten looten, Alex, die we dood hebben geschoten. Ja. Nee, niet die. Maar waar die andere. Nee, daar. Rechtdoor lopen. Ver? Ja, neem die auto mee. Rijd er gewoon naartoe. Ja, ik weet niet precies waar je bedoelt. Ik zal zeggen. Gewoon rechtdoor. Hier erin. Hier erin naar rechts. En dan naar links. Naar links. En dan weer naar rechts. En dan daar op het eind. Hier zo. Ik heb sights nodig. Ik heb nog geen iron sight of zo. Of ik heb nog geen red dot. Ik heb alleen maar iron sight.
verder helemaal geen healing shit of zo. Ja, ik heb wel first aid, een paar. Maar ik heb echt holo's nodig en dat soort dingen. Ik heb een holo. Nou, spring in de auto, dan gaan jullie nog kut uitdraaien. Eerst even loot ergens in de cirkel. Ik zit nu op 30, 5, 6, 50. En geen healing. Door naar blauw? Ja. Oké. Laat maar oppassen. Die master moet ook nog even wat niet verder dan die... die handen dan. Ja, want hij houdt continu op aan het minkenbas. We hadden pas heel laat in de gaten dat die lui mee waren. Ja, en als er dan ook nog eens drie landen. De eerste had ik Nolt en de tweede die kwam al zeg maar... met die ander bezig was schieten binnen, dus ja, beetje jammer. Maar ik vind, ik heb ook het gevoel dat je niet altijd, als je vliegt, goed kan zien zeg maar wat er met je mee zit. Gewoon een beetje balen. Ja, dat was het. En waar nou die derde squad ineens vandaan kwam? Die zijn aankomen rijden met de auto. Ja. En liep er nog een ander. Oh, dichtbij. Ja. Achter ons. Twee lui. Dat is van de andere kant, ja. Het is gewoon, wat sowieso al kut was natuurlijk, is dat je dat één iemand crasht en dat je geforceerd ergens heen moet, zeg maar. Ja, anders waren we hier niet heen geraakt natuurlijk. Nee, zo, oh, niet helemaal. Maar die game die crasht, dat is gewoon al kut, zeg maar. Dat ben ik thuis al gewend, dus waarom ook niet hier in het spel? Ja. Twitch ernaast hebben, dan kan je precies zien bij wie het fout ging elke keer. Acht seconden later. Hoppa. Check die parking job, jongen. Wat, Alex, heb jij ook gewoon Amstel's viewpoint, bedoel je? Nu? Nee, op Twitch. Ja, dat snap ik dus. Maar die heb je op een ander scherm? Die staat op het scherm ernaast. Hè. Dus je kan altijd ook zien waar hij naar aan het kijken is. Ja. Jij vieze vuile cheater. Waar die 8 seconden geleden naar aan het kijken was, ja. Ja. Nou ja, als je niet helemaal weet waar hij op aan het schieten was. Constant rewind. Ik word er gek van dat ik nog steeds met de Iron Sight rondloop.
Hier ligt nog level 2 helm. Ja, heb ik. Ah, ja, gezondheid. Prost, mazzel tov. Gezondheid. Je hebt een red dot voor je. Nice. Dit is een begin. Ik moet zeggen, ik dacht altijd dat ik veel slechter was in first person, maar ik speelde in een paar potjes dat ik wel redelijk wat kills had. Ah, ik vind een first person gewoon helemaal best. Op jou? Nee, niet op mij. Ik denk dat ze net achter het heuveltje in die warehouse zit op best. Echt, dit spel is zo gebukt, jongen. Je drukt gewoon op F en dan gaat de deur niet dicht. Heel irritant. Heb jij een... Oh nee, wacht. Moet je die red dot nog hebben? Ja, zeker. Waar ben je? Ik neem even die first aid mee, hoor. Ja, ik heb hier nog een booster voor je. Yes. Ik had nog een tweede red dot alweer. Had je die weer opgepakt? Nee. Alles nu al gloed? Ja, tenminste daar is zuid wel. Kleine dingetjes niet hoor. Ik moet nog hier naar die garage loodsen in de oost. Meerschoten, noordoost. Voorbij de heuvel is dat. Hier zit alles open, bier gloed? Ja. Dat is op de berg. Ja, eentje zit op de berg en die andere zit verder in het dal. Hey joh, ik zie ze. Noord, direct noord van mij. Willen we ze in de popo pakken of wat wil je doen? Wil je gewoon afwachten? Ik kijk even op je Twitch waar. Oh ja, daar. Ja, dan moet je niet zo gaan, hè? Dan moeten we linksom gaan. Ja, ik probeer ze te vinden. Ja, ik zie ze nu ook niet. Laten we even links gaan. Zij zijn richting oost georiënteerd. Nou, we kunnen ook afwachten wat de cirkel doet. Misschien is dat het meest verstandige. Misschien moeten we nog heel aan het gaan zo. Ja, oké, maar er zitten twee mannen op ons te wachten. We kunnen ook gewoon rushen. Ah ja, lekker boeiend joh. Lekker spelen. Toch filmpjes aan het kijken. Ik heb hier nog een holo voor je. Deze cirkel weer doen we, Dari. Airdrop, oost. Jij hier zitten? Ga ik naar dat andere? Ja, ik kijk een beetje noord en oost. Heb je inmiddels bandages en al dat soort dingen opnieuw? Ja, ik heb 1 first aid en 3 buffs. Geen bandages. Nee. Die heb ik nog voor je. Ben je in dit gebouw geweest? Volgens mij wel, ja. Ja. Ik heb de bandages laten liggen. Echt?
C, silence. Ja, ik vind die P18C silence zo geweldig. Domme. Even scherp houden, even die adrenaline hoog houden. Waarom is dat als we zo slecht geloot zijn dat we altijd een enigszins redelijk eindje komen? Misschien moet je wel gewoon een beetje lui van een scope. Ik denk van, ach, nou haal ik het wel. Het komt wel redelijk van pas. Laten we het daarbij houden. Noord. Een beetje goed zicht op die heuvel, want ik zit net in een boom aan te kijken. Ja, ik heb wel zicht op die heuvel, maar ik zie er nu wat bewegen. Op 3.55 van mij, als je zo meteen kijkt op de stream, en dan zie ik er nog eentje lopen, op 3.40. Ah, ja. Ja, dat zit precies een boom bij mij voor. Nou, wacht maar even, die ene die op 3.40, die lijkt de heuvel af te komen. Nog niet dood. Jongen, get good. Ze gaan gewoon kip halen. Hij staat er stil, Jans. Oh, kut dat jullie geen scopes hebben, joh. Ja, anders had ik die al lang weggeblazen, maar tenminste, poging gewaagd, tot. Ja, hij staat er zo open, die gast. Kijk, West loopt ook een vent op oranje. Dat naar Noord. Ik ga net de weg over. Ja, shots op mij, ze hebben mij gezien. Vanaf die berg, ja. Oké, laten we ze maar naar binnen halen. Nou ja, dat betekent dus niet schieten. Nee. Bearclaw 74. Knockdown APX7. Oh yeah, we hebben ons eigen commentator. Hier, op West, over de weg heen, loopt richting ons. Ach. Zie je hem? Ja. Ja, die gasten op die berg hebben goed zicht op hier, man. Oké. Kunnen... Ja, hij was al meer naar links volgens mij, Amstel. Oh, daar loopt er nog een, ja. Heb je auto hier nog staan? Ja. Makkelijk bij die auto. Ik zie hem. Ja, op 260 vanaf Amstel, op de weg loopt hij daar. Hij is gepakt op Bearclaw. Bearclaw 74 strikes again! This guy's on fire. No, this guy has a scope. Ja. Ik heb eentje gehit. Jullie moeten eruit zo, jongens. Mm-hmm. Ik kan niet door het raam naar buiten rennen, maar... Wil je naar oranje gaan, ja? Als we nu naar oranje rennen, dan lopen we door die bomen rijden. Nee jongen, die bomenrij is kut, zeker zonder scope. Kom, we gaan gewoon compound pushen. Auto pakken, compound pushen. Waar is het? Amstel, nee, ze schieten net de auto lek. Kom. Echt? Ja, de banden zijn allebei. Fuck! Oh! Alle banden. Oké, rennen. Kom hier. Ja. Zij zitten nu te gniffelen, jongen. Uit elkaar. Ja, rechts achter ons heb je ook gasten, hè? Ja. Ja, het is ook die bos ingerend. Ja, die gasten op de heuvel, die moeten er ook af, toch? Oh nee, die zitten er misschien ook nog dichtbij daar. Ik snap niet dat die gasten niet op jullie schoten. Nee. Hier, als je ziet doorloopt, komen we net over het randje heen.
Er zit er een recht voor je. Dat is die Berklo. Misschien. Nee! Ja, iemand anders loopt hier. Van mij. Ja. Ik team oost van hem. Waar mijn lijk ligt, daar ligt een gast knock. Nee, hoe dan? Ik had zoveel hits op hem. Ja, die moet je echt terugkijken. Die moet je echt terugkijken. Die gast die was echt bijna dood. Daar had ik zoveel hits op. Dan zal je waarschijnlijk allemaal armen en benen raken. Nee, het was vol op de torso. Nou, nu eens even wat hogere verwachtingen bij deze gasten neerleggen, want dit schiet niet op zo. Kom jongens. Ja, ik kijk heel veel mijn deadcam en dan... Oh, wat lelijk. Wat lelijk. Ja. Hij had echt gewoon één mini-streepje over. It happens. Had jij jouw deadcam nog gekeken, Amstel? Nee. Ik had het er boos om. Ga ik niet doen. Oh, maar ik had het wel willen zien. I refuse. Dat is echt, die deadcam maakt je nog meer gefrustreerd, want dat... Ik zag op mijn scherm dat ik hem twee keer raakte. En dan kijkt die deadcam terug en dan zie ik mijn tweede schot gewoon helemaal niet... Dat ik die helemaal niet gevuurd heb op zijn beeld. Ja, bijzonder. I am escaping from prison. Nou ja, dat dacht ik zelf ook nog trouwens, dat ik ook nog schoot op die gast, maar op die devcam schoot ik ook niet op hem. Nee, die schoten die zijn dan, dat is die desync. Ah ja, ze werkt aan twee kanten, soms. Uit de gevangenis ontsnapt. Nou, en Bessado mag het zeggen hoor. Ja, niet El Pozo dan. Je had net commentaar op... Ja, wil jij El Pozo? Ik vind het prima, nou, maar het zal wel druk worden. Nee, we gaan hier gewoon toe, prima. Of naar, weet ik het, Torre Humada kan ook. Nog wat verder. Nou ja, laat ze hier even gaan. Ik doe wel jouw dingetje. Als het helemaal een shit show gaat, dan heb je jouw dingetje. Kijk, welke gebouwen pakken we? Gelijk die grootste loods? Kijk, moet wel early shooten, denk ik. Ik ga nu shooten. Even kijken. Wat zien we? Ja, ik zie niemand deze kant op gaan, maar... Nee, ik zie ook niet. Is er ooit een keer uitgerekend wat de ideale snelheid is hiermee? Ja. Oké, dan moet ik langzaam gaan. Shoot is nu veranderd, hè, dus... Ja. Maar Amstel, jij gaat daar denk ik al naartoe? Ja, ik ook. Ik snap het niet. Maar loot hier gewoon beneden dan, waar je nu bent. Ja, met die twee... Daar heb ik helemaal geen zin in. Oké, dan niet. Er staat daar een buggy verder rechts, Amstel, daar bij die weg. Zie je hem? Ja. Ik snap het niet, even kijken, op oranje staat nog een... twee auto's. Of één wrak en één jeep. Ja, die staat ook nog. Ja, één wrak is dat sowieso, die ene. Ja, maar op de weg staat er nog één. Het zijn volgens mij twee wrakken.
En hier op oranje gasten. Staat ook nog een jeep. Oh nee, is wel een jeep. Ja, wel een jeep. Oost staat ook nog een jeep. Ik ga het ook niet redden, joh. Hier zo. Nou ja, ik ben wel dichtbij. De grote zwarte dildo, die moet ik volgen, die gast. Oh, Thompson is Dashken. Thanks, dude. Ik heb ook nog eens een kaart op iemand. Ja, Mark, maar even... Ja, ik heb hem meegenomen. Heeft hem meegenomen zelfs? Ja. Top 1, misschien is het 2. Het is een van die huizen, daar ga je 100 kamers in en ze zijn allemaal leeg. Oh, ik hou er wel van. Gaat er zo meteen iemand stoppen, jongens? Ik niet. Dan wil iemand meedoen. Ja, Dashker die wil graag meedoen. Zal ik doen, Dashker, als er iemand weggaat? Hey, maar Patje, je zegt wel dat ik de request niet aan had staan, maar ik had... Alex, kan jij die scar droppen voor mij dan? Ja, dat ben ik. Ik ben bij je huis. Ja. Hierboven op dit dak liggen nog twee level 2 vesten, mocht je uiteindelijk nog zoeken. Geen idee, ik heb nog twee vesten. Oh, kut gebouwd. Ik heb de microfoon op maximum staan. Ja, dat grote gebouw gehad en dus. Ja, dat drie verdiepingen gebouw, dat heb ik gehad, ja. Dat lag niet veel helaas. Hey, zullen we eerst even buiten de zon gaan looten, dat we even de overkant van de weg pakken. En dan kan je dit allemaal nog binnen de zon zo meteen looten. Ja, het is niet zo heel veel aan de overkant dus. Dat hebben we zo gedaan. En een kiepiscoop. Lekker. Triggelt helemaal verbaasd, ja. FPP zijn we net een paar dagjes toe. He's doing it. Ik vind niks anders dan pistolen, wat is dit voor een onzin? Maken. Zo gevonden. Jongens, als jullie iets vinden, dan please let me know. Ja, ik heb hier een M16 voor je liggen. Ja, maak maar als je wil. Blauw, geloof ik. Want het komt anders niet goed. Ligt hier een mini, ik ga hem niet oppakken op geel. Ja, maak maar. Kogels heb ik wel nodig. Tuurlijk. Ik kan niet wou je zeggen. Nou ja, ik had nog geen kogels bij mijn scar, dus... Die heb ik ook leeg gekregen. Sociaal. Bam, bam, bam. Smoke on the water. Nou, een shotgun. Daar doen we dan maar voor. Hey Lars, morgen. Level 2 vest hier ook nog. Op oranje ligt een level 3 hier. Backpack. Nice.
move. Yep. Hier ligt nog een mini ook. We zijn niet echt in de buurt. Ja, nee, wat je zegt, ja. Dat is, valt echt tegen. Oh, ik heb hier zo'n eco aan. Dan heb je echt alles om een N-Skies helemaal uit te rusten. En dan... Ja, geef mij hier dan, want ik vind net een N-Skies. Ja, fuck dat. Geef mij die N-Skies. Tommy Gun ligt nog bij mij. Zo jammer, hè. Gelijk zo'n reactie. Ja... Best. Vind ik een keertje iets leuks. Doet hij zo hard zijn best om mij te trollen? Hey. Ik jou trollen? Ik zou niet durven. Hopsa. Ik moet er gewoon nog eentje vinden. Hier ligt een MW16. Ja, ligt geel boven op die balustrade ligt hij. Let's do it. Heb je nog ammo bij de gun of? Ik heb er 30 bij laten liggen. No. So ja, generous. Die lag erbij. Hey, moet je een stok hebben, Amstel? Die ligt hier. Ja, wil je even meepakken? Want, Ja, hey. Er ligt wel loot hier bovenop die dingen, om heel eerlijk te zijn. Geef mij een SKS en wel nu direct. Ja! Hij heeft gewoon zin in, joh. Het is niet leuk voor ons, maar... Fine fucking Lee. Nou, ik heb ook nog een tactical stock trouwens. Ik klaag niet. Ik heb een silenced MP16. Wel een normale fire ammo. En een SKS, alleen nog geen scope. No scope. Als iemand attachment heeft voor die Tommy Gun, dan moet ik graag hem meenemen. Wat voor attachment voor zou je willen? Ik heb een extended mag. Ja, er past geen compensator op, maar die heb ik ook eventueel. Oh ja, oké. Okay. Ja, ik ga even plassen. Hij gaat even plassen, hoor. Hoppa! Scar L, ligt hier nog? Ik wil ammo. Hier ligt nog Wat is ammo. Dit? Wat is dit voor een ding? Wat is deze? Ja, dit is net een huisje, alleen geen huisje. Het is... Wat de hel? Mind blown. Yes. Absolutely blown away.
It's going to be great. Yes. Going to make it great again. Er zit ook een cirkel nu. No. I crashed my car. Oeps. Ik vind het wel wat knap gedaan. If I say so myself. Ik wil nog een vector. Nee. Toppie de front door. Iemand nog een red dotje nodig? Nope. Nee. Oké. Moet iemand nog een flash hide voor een AR? Yep. Oké, dan hou ik die nog bij me. Cheekpad? Nee. Heb ik. Dan drop ik die. Give me the 556, dude. Iemand 726 nodig? Ja. Wie was dat? Amstel. Amstel. Iemand nog een extended mag AR nodig? Nee. Hier een Besseler. Oh. Top, kom weer. Ik heb ook nog een cheekpad trouwens. Nee, ik heb een extended control. Iemand nog een level 2 vest nodig? Nee. Ik heb nog een level 2 helm nodig. Die ligt hier bij mij, op onderin. Oké. Drop, drop, drop naar mijn kant. Ja, die wil ik. Beekhuis. Suppressor pistool nodig. Nog een level 2 helm hierboven. Ik heb nog een flash hider AR als iemand die wil. Nee. Nee. Dan doe ik droppen. Hebben we vervoer? Ja, ik heb hier een auto. Heb je die helm gevonden? Yep, helm heb ik. Thanks. Boy, als iemand nog het 556 kan missen, dan hoor ik het graag. 726 heb je nodig, toch? Ja, allebei. Ja, ik heb 130 726. Maar kom, we hebben maar een paar, we hebben nog... Ja, goed verhaal. Zo. De gaten. Dat is het verhaal. Ik heb twee dingen te vrij en dat kan ik niet. Ja, denk ik. En 556? Hier. The real you is gevallen. Fell to his death. Ik kan het niet allemaal meenemen, zoveel dat je had. Maar kom erin. Kom erin. Gaan. Kom, die heb ik nodig. Wie heeft die opgepakt? Gaan. Ik. Gaan. En waar gaan we heen? Gewoon met we kunnen niet beter de weg pakken op gewoon de weg volgen. Nou ja, gewoon deze weg volgen. Ja. En dan links bij de splitsing. Rechts, sorry. Gaat oh. Dat goed aan, Alex? Oh. Moet ik rijden? Oh, zeker niet. Ja, het is echt dat slippen is echt helemaal kut in die nieuwe patch. Wegblijven. Ja, maar dan nog. Volgens mij sommige auto's die slippen juist meer op de weg dan... Naar rijden. Kijk, bij die splitsing rechts, hè? Nee. Nee, er zijn wel geweest. Wow! Ik ben echt Ja. Wat schiet er vandaan, joh? Niet schieten. Je raakt elkaar anders. Aha. Daar kwamen we goed weg. Fucking assholes. Links omhoog, links. Gaan jullie naar binnen? Nee. Ik vind gewoon naar de marker. Hier rechts. Rechts. Laat hier rechts kwijt zijn. Stop. God van een kutplek. Jesus. Hier ligt nog ammo. Nee, het loopt ook nog niet helemaal soepel hoor, Brek. Het is een beetje... Ja, hoe moet ik het zeggen?
Sowieso is mijn stream niet altijd helemaal soepel, maar de game is ook nog wel eens wat glitchy. Echt, ik geloof dat het eerste schot van die gasten was goed raak en de rest is... Ik heb gewoon een headshot gehad, hè? Level 3 backpack weer, zie je nog? Bij mij? Als er nog een nieuwe helm ligt, dan hou ik me aanbevolen. Ik zal even kijken voor je. Was ik. Ja, waar stonden die gasten ergens? Ja, boven de berg. West. Moeten weer weg trouwens. Die stonden hier zo. Op de blauw maken. Ja, willen we San Martin gewoon ingaan? Eigenlijk willen we misschien naar blauw toe. Mijn marker. Ik heb nog wel een level 2 vest hierboven. Ja, maar het rubberband is wel redelijk opgelost. Dus bij mij is het voornamelijk nog frame problemen, heb ik het idee hoor. Hé, hey, Alex, mag ik die compenseren? Oh, ja, hier. Wie komt er mee de auto in? Ja, kom aan. Heb je daar gedropt? Ja. En ik zat verdomme nog wel in de bijrijder zit, niet eens achterop. God. 3. 2. Ja, go. Ik ga met de motor. Ja, go. Heeft iemand überhaupt een scope of niet? Ja, 4 keer. Ik heb hem 4 keer. Eigenlijk iedereen behalve jij dan. Ja, fijn. Ja, ik heb hem ook op mijn scherm zitten. En Martin, dit is niet geloot. Ik hou me nog steeds van een level 2 helm aanbevolen. Er zit wel een pan hierboven. Level 2 west. Ja, hier op level 2 west. Je gaat het niet zomaar slingeren. Wie heeft Rectors die zegt dat je gaat slingeren uit zichzelf. Als je gewoon recht vooruit rijdt. Maar moet je wel een bepaalde afwijking... Het stuur is heel gevoelig, joh. Ik heb het idee dat je gaat glijden als het draai inderdaad maar een kleine beweging maakt. Als je op hoge snelheid zit en doet dan een klein bochtje, dat hij dan gaat slippen en sliden, zeg maar. Ja, vooral ook als je naar beneden, net over zo'n heuveltje heen gaat, dan ben je hem heel snel kwijt. Hoe zit iedereen qua energies, boosters? Ja, maar goed. In first aid. Heb je nog een first aid hierboven liggen die ik niet kan oppakken? Hier nog een extended mag sniper rifle? Nee, ik ben echt een... boven op het dak. Oh. Een BK staat onze achterkant in de gaten, zie ik. Ja. Ja, goed zo. Ik had zo gehoopt op een scoopje. Level 2 helm hier. Oh nee, dat is jouw helm die kapot is. Ja, ik heb een level 3 helm gevonden. Ah, netjes. Doe maar ruig. Hier ligt nog een level 2 helm trouwens. Nou, we zitten voorlopig... Lol, dit gebouwtje staat gewoon scheef hier. Moet je nog een extended mag hebben voor de sniper? Nee. Ik heb al extended. Ook. Ik hoor wat. Waar? Ja, ik dacht dat ik een vehicle hoorde, meer op oosten van mij. Ik moet nog heel erg wennen aan die nieuwe headset. Nou, ach, ja. Nu gaan we zien wie er gelijk had. We moeten weg naar de power grid. Oeh. Zullen we deze heuvels pakken op blauw? Mensen bij mij! Kut! Ik zat serieus ook vast, hè? Godverdomme. Ik heb er één genoeg. Holy shit. Bij mijn lijk, eentje bij mijn lijk. Nog één genoeg. Die is ook bij mijn lijk. Ik had een insta kill. Zijn insta? Ja. Echt, ik zat godverdomme vast in die hoek daar, jongen. Dieverzooi. Nou, ik heb hier een scope.
hier zat en... Ik heb in ieder geval een scope. Sorry, kwam dat een beetje lullig uit? Ga eens in die hoek zitten, daar waar ik lig. Kom er niet meer weg. Tussen die gasfles en dat rek. Even lekker op je doorschieten. Ik moet zeggen, ze hebben je level 3 helm helemaal naar de pleuris geschoten. Ja. Echt helemaal naar de pleuris. Er is niks van over. Ik denk dat ik voor een ander wapen ga eventjes. Of misschien eigenlijk niet. Ik had een volledig kitted SKS, hè. Alles toch in de raak. Ik had ook heel veel 5F6. Ja, we hebben ook cirkel, jongens, we moeten gaan, Pak auto. Maar nu wel. Ik had ook veel boosters, 7 boosters. Ja, die heb ik ook. Auto inderdaad. Rip Ambassador, wat heb je toch vandaag? Iedere keer als eerste de Sjaak zijn. Nou ja, elke keer het geluk dat er een hele squad in één keer bij mij zit. Ja, jij maar. Ik pak de bike, Rij jij maar naar... Oh, prima. Alex, kom. Yo. Rechts ook een vehicle. Naast je Amstel, rechts. Of is dat jouw geluid? Nee. Het kan ook jouw geluid zijn, Oudsun. Hé? Ik hoorde serieus rechts. Wil jij niet zo met mij lopen trollen? Waar gaan we naartoe, hè? Hier recht naar boven. Hoogste punt. Ja, hier gewoon op het randje. Maar... Ja, maar ik zweer je net ook. Ik hoor hun geluid bij jou links. Oké, daar hebben we niks meer aan deze vehicle. Raar. Ja, ik hoor ook wat. Lol, die vehicle. Dat is die motor. Die blijft ronken. Oké, dan gaan we via die klok. Ik ben even AFK 5 minuutjes, of tenminste, een paar minuutjes. Hoe gaan we om deze berg heen dan? Naar Aardigheid lopen. Airdrop in Aardigheid. Valt het mee, ja. Gelijk beginnen rechtsom roteren. Ja. Kijk nog heel eventjes of hier niks aan komt. Ik zie niemand bij die airdrop ook. Nee, maar daar zit ze wel aan het scopen. Hier zie ik ook niemand op deze kant van ons, die is helemaal vrij. Ja, in deze compound zit erin. Is dat hier of is dat aan de andere kant? Nou, volgens mij was dat hier aan de weg. Nee, spot het. 155, 3 man. Andere kant van de weg. Op de berg. Ja, ik zie hem. Laten wij nog maar de cirkel ingaan. Ja, laten we op de cirkel focussen. Oké, op mij geschoten ook. Naar de overkant, ja. Schoot op mij nu. Ook op mij. Er zit nog wel iets bij ons te schieten ook hier aan deze kant. Ja, zuid, één team. Eentje is aan het reviven. Ja, is genokt. Dat is niet 1-10, dat is 2-10, hè? Nee, 1-10. Daar bovenop gaat er eentje dood, 1-10, ja.
Net bovenop 140 sterft er één. Er zit een cirkel. Oeh. Oké, ik pak zuidwesten. Ik heb een kill. Was insta gelijk. Voor vanuit zuidwesten. Ja. Willen wij linksom roteren of rechtsom gaan? Rechtsom ja, is veel kunnen. Te open. Ik denk dat we een beetje hier de rand van de weg moeten gaan pakken. Deze heuvel hier. Die edge. Ja, we moeten er de overkant van de weg. Op die heuvel daarbovenop heb ik net iemand neergeschoten. Die was gelijk insta. Nee, hier zit een team. Ik heb er eentje hit. Bovenop zie je die groene boom. Daaronder zit er eentje. Ja, wat gaan we doen? Crossen of niet? Ja, we moeten wel. Ik ga crossen, dek mij. Gewoon één voor één eroverheen. Ik gok er wel. Oké, kom maar, kom maar. Ik zit er hier in. Ik zie er eentje zuid, precies zuid, einde van de weg. Ik steek hier over. Ja, dit is ellendig, cyber, we high ground. Ik zit er hierin, jongens, maar. M24. Wow. Silent, zo te zien. Oké, okay, ik kijk richting die groene boom hier. Kill, headshot. Mooi. Ik moet even healen. Spotter, 205. Ghillie shoot, ghillie shoot. Meer, 190. Oké, ook kill. Nog eentje. Eentje over nog. Nou, waar zit hij? Ik heb buff. Ik heb een buff. Je bent bugged. Nee, buffed. Hij is aan het buffen. Boosten. Hey. Eentje over nog ergens. Hey, beurt boosten, hè? Jullie zitten in de cirkel, jongens. Ik boost nu ook. Wie dekt mij? Ik dek jou. Ja, patjes. Prima muziek, jongen. Daar rechts is hij, jongen. Ik zie hem, ik zie hem. Op 2,55. Achter die boom daar. Hoppa! Bam! Hé, hey, hebben we er toch één, JW? Ja, maar nu hebben we wel betere spelers bij ons, hè? Ja, eentje dan. Goed. Hé, hey, bedankt, hè? Godverdomme. Als ik die niet gekald had, waren jullie allemaal in de rug uitgemoord. Nee hoor, want we hadden het echt wel gehoord hoe jij geslacht werd en zat... Ik ga even die devcam kijken, want ik dacht... Squealing like a pig. Oh, shit, jammer. Ik werd waarschijnlijk doodgeschoten door iemand anders. Niet door degene die ik aan het schieten was. Nou, alhoewel. Hey, maar dat is wel precies de reden waarom ik eigenlijk een hekel heb aan first person. Omdat je ziet op een gegeven moment niet precies waar je vast zit. Ja. Oké, die gast had letterlijk nog een streepje van 5 mm. Teringzooi. Dat is jammer. Ik was wel door zijn buddy gekild uiteindelijk, want die liep ernaast. Oké, nou hey, goed. Lekker. Ja, mooi toch. Ja, dit is gewoon als net één team bij jou dan... We waren ja, nee joh, daar doe je niet veel aan, doe je niet van. Maar ik zat daar ook echt in dat hoekje vast. Ik wilde er al net wegmoven. En ik was daar echt... Ja, ik weet niet. Het was zo'n plekje. Misschien kom je er uiteindelijk wel uit als je gaat zitten springen en zo, maar... Ach. Naar de buren gelopen in de tussentijd. Beetje aangenomen. En die zijn natuurlijk weer niet thuis voor de vierde keer dat je voor de deur staat. Wat okay. Ze kunnen aan als ze je pakketje aan de buren afgeven. Nu ga ik wat andere mensen fucken met pijlen in hun hoofd, niet ons. Ja, inderdaad. Kijk even wie er de beste, de luxe kleding aan hebben. Ja. Dat zijn waarschijnlijk de meest serieuze spelers. Zo'n gast met zo'n bananenpak of zo, die moet je... Een beetje zoals een katoen kleed gaat. Ik weet ze meestal allemaal op te schieten, allemaal, al die team die pijlen. Nee, ze heeft een jasje aan, sowieso. Nee, maar omdat hij
een jasje aan. Ja. Ik heb ook zo'n jasje aan. Ja, ja, daarom. Nou, daarom kreeg je net een zeker. Ach, ouwe man. Ik vind ouwe man minder leuk. Wat? Ik juist niet. Wel beter. Nou, jij gaat waarschijnlijk net zo hard dood, dus... Dat wel. Nou, en Besse, waar wil je naartoe? Naar Jasnaya? Nee. Nee, joh, dan wordt het echt fucking druk, Jasnaya. Giorgio? Ja. Giorgio is goed. Ik doe het ook fucking druk, maar goed. Kan. Maar we vliegen al over een hoop... Hotspots. Pachinki vliegen we min of meer. Pakken we hier een auto, of...? Ik denk dat er misschien maar één squad naartoe zou gaan naar Jasnaya. Ja, ik denk dat je het wel redt hoor, als je eenmaal daar zit. Anderhalf vakje zit. Er blijft echt inderdaad nog veel in. Oh, nou gaat er een hoop aan. Ik denk dat Giorgio meevalt hoor. Er zitten nog maar 3 squads in ofzo. Gaan we dan? Er zit wel iemand mee rechts. Achter Amstel en Beekhuis. Ja, ik zie eentje ook. Ja. Komen nog links ook van jullie. Welke gebouwen pakken we in Giorgio? Ik ga voor die front 6. Ja. Lijkt me goed. Oké. Okay. Waar zien we er nog meer mensen links, dan? Want links, ja, links, links van links, de beste daar. Links van de beste. Die gaan al naar beneden nu, dus die gaan... naar hospital. Eentje gaat naar hospital. Er staat één voertuig. Hier. Ik pak wel gelijk die auto, dan zet ik hem bij de meest noordelijke van die 6 huizen. Dan hebben we die al vast. Pak je die containers op snel. Ja, ik tel er 1, 2 op hospital. Eén die gaat daar verder. Oh, bij die. Ja, klopt. Dus zijn er wel 4, maar ze zitten redelijk gespreid. Oké, ik heb een auto. De bouncing machine. Waar zit het andere team? Zit die noord van ons? Of zuid? Hospital? Hospital. Zuid. Oké. Okay. Hij staat tussen de noordelijke en midden in. Nou ja. Even kijken. Granada! BKS pakt die dingen nog. Ja, die pak ik snel mee. Ik heb een suppressor voor een SR gevonden daar. Oh, lekker. Nice. Lustig wel, als een mini. Dat is eigenlijk het enige. SKS heb ik hier. Ik denk dat ik mijn mini drop. Of zal ik gewoon Duel gaan spelen? Ik ga gewoon Duel spelen. Naar de back six. Ja, me too. Ik heb alleen de ump tot nu toe. Hier ligt nog een level 2 helm. Ik heb ook een level 2 vest nodig nog. Ja, ik kan. Een vest heb ik nodig. In feite alle sniper attachments gebruiken. Ligt hier nog een mini? Die wil ik wel. Hier ligt nog een level 2 vest in mijn huis. Als je er zo meteen geen vindt. Ik drop hier ook nog een mini. Genoeg minis in ieder geval. En een Scar L ligt er in hetzelfde huis. En een M16 in hetzelfde huis. Ik kom eraan. Auto. Oh, dat ben jij, Alex. Jezus. Je moest het een en ander horen voordat je dacht van nou, dat is een waardevol huisje. Ja.
Bij mij nog een level 2 al. Ik weet nog een scope heb, dat heb ik klaar. Middelshuis? Ja. Ik moet nog een AR hebben. Ja, die liggen in zand in dit huisje waar ik zit. Oké, maar allemaal M16 zeker. M16, Scar. Oh, die Scar wil ik en een mini voor maar. Ik zou ook gewoon een scopeje of zo. Heeft iemand iets aan een suppressor SMG? Ja. Nee. Moeten we nog alert zijn op die gasten? Ja, ik ben af en toe aan het kijken of ik niet. Maar goed. Het zou knap zijn als ze gaan pushen, man. Je weet het niet. Ja. Ik weet niet wat voor, binkies het zijn. Hier ligt ook nog een level 2 vest. Heb die, je al? Die apartment al gaan? Nee. Waar lag er nog een level 2 vest? Hier beneden, in de hoek, rechts. Hier zo. Thanks, dude. Je hebt de voorkant nog niet gecheckt, man. Nee, maar ik ga even die wetels pakken. Die minis, die liggen op die lichtblauw, hè? Ja, daar ligt er eentje en het gebouwtje ten westen van ligt er ook nog eentje. Dan zei iemand al even opgepakt. Ja, ik geloof het wel. Waar lag die Scar Amstel in het meeste... Ja, in dit huis, in dit huis waar ik ben. In dit huis ligt een Scar waar ik ben. Ik ben op zoek naar de mini. Ja, moet even kijken welke Alex heeft opgepakt, dat weet ik namelijk niet. Ja, bij jou in het gebouw heb ik opgepakt. Maar goed, heeft er iemand nog een, die mini gezien die nog ergens ligt? Ik niet. Er ligt er eentje op die marker waar je nu zit, Beekhuis. Ja, ah, ik zie hem, ik heb hem, mooi. Ik wilde haast gaan zeggen. Ik heb nog een compensator voor iemand van SR. Ik heb een compensator AR nog. Ja, ik lust van een compensator SR. Wie heeft er allemaal 7260 nodig? Nee, ik heb geen 7260 meer. Ik heb 556 nog nodig. Ik heb allebei die compensators nodig. Hier beneden leg ik die compensator neer. Waar ben jij? Helemaal beneden aan de trap, Amstel. Dankjewel. Had jij nog iets nodig? Nee, ik heb alleen ammo nodig. Maar die ga ik even zoeken. Okay. Zitten we qua cirkel trouwens? Scheisse, moeten we moeten. Oh, damn. Daar ging onze... rustige loot. Nog geen scope gevonden. Kom, pak je weer met een song request. Hoppa. Ja, great spirit. Ik heb hier ammo. Ik heb hier 556 en ik kan het niet meenemen. Oké, kom jou toe. Als en iemand nog een first aid kit, Mac AR heeft, dan hou ik me ook aanbevolen. Ligt ook de, beneden ligt ook nog een compensator AR erbij. Ja, die heb ik ook niet meer nodig, want die heb ik net ook gevonden. Dus, Maar die ammo lag helemaal boven rechts of zo? Helemaal bovenaan rechts en dan het kamertje daarnaast lag een first aid kit nog. Zijn die back six nou allemaal gepakt? Ja. Ja. Heeft iemand zo braaf de deur allemaal dicht gedaan? Yep. Zullen we eens gaan? Ja. Mensen nog behoefte aan een red dot? Nee, dank u. Ik heb behoefte aan een compensator SR. Oh, en je hebt toch beneden... Compensator SR heb ik toch beneden neergelegd? Nee, je zei AR, zei je. Nee, allebei. Oh, wil je die even meepakken nog? Heeft iemand nog een extended mag AR? Ja. Yep. Ik
Ik dacht, de Amstel ran out of power. Rechts wordt weer geland, zuidwest. I'm driving home for Christmas. Wat is recht voor ons? Ja, echt letterlijk hier recht voor ons. Beetje links. Beetje... Daar. Bedankt hè. Goeie dekking. Ah, dat was... Ja, ik denk ik ga er maar niet uithangen. Ik heb vooral al weer een of andere random uit een auto geschoten. Terwijl je er twee uithangt. Nou, mijn helm is echt helemaal aan het tegen. Weer een headshot gewoon, niet te geloven. Auto links van ons, op de weg. Ja! Gast. Hoe is dat zoiets als je jezelf nou knocked-out had? Ja, ik weet het niet. Er ligt een level 1 helm binnen. Oh, hier staan deuren open. Die zijn erbij. Ja, hier ook. Ambassador. Hier nog een level 2 best. Gaan we gelijk moven voor een boot of... Oh, ik ben doodgeschoten. Er zit hier binnen hier. Fucking hell. Oh, die ringlaaier. Blauwe loods. Waar zit hij? Ja, bij mij hier. Ja, bij mij hier. Maar... Buiten zit hij. Hij komt... Als je dit buiten, als iemand naar binnen kan, dan vers ik graag snel dan. Wat ook. Je moet erop af. Pak hem. Ben je aan het rezzen? Ja. Zit hij boven dan? Of? Nee, hij zit niet boven. Hij schoot van buiten, meneer. Vanuit zuid. Vanuit zuid. Ik ga het grote gebouw in om overzicht te houden dan. Want het, ja. Ze schoot hier boven door het raam. Nee, ik stond gewoon, hij schoot me door de deur heen van buiten. Oké. Kijk, hier is het deurstuk. Fuck, hij zit buiten. Tussen jullie en het strand in heb je een bruine boom staan. Daar staat hij. Onder. Dus voor jou en beste, die boom precies. Ja, want beste zag een pak. Oh, dit is een volle squad, man! Wacht, oh, zo! Ja. Ambassador, daar zitten ze. Daar, ik zag hem. Ik zag hem niet, hoor. Ja, achter het muurtje daar. Daar. Boven is die. Ja, er is gewoon een andere squad nog erbij. Schiet jij niet weg? Ja. Heel close. Waarom? Waarom blijft hij schieten? Regenaat! Volgens mij loopt er iemand voor. Zit jij buiten? Ja, ik ben buiten weer. Fijn hè, die deuren. Ze zitten ergens op 295 aan de buitenkant, op blauw zeggen best. Voor ze lopen hier, west. Noordwest. Ja, ze zijn waarschijnlijk dat gebouw binnengegaan om te rezen of zo.
Oh, dat grote gebouw, ja, waar geen nokte, ja, die keer nog niet gehad. Ja. Ja, cirkel komt ook nog. Oh, ja, wat? Gebouw, je weet, is het dieping op het balkon. Dat gebouw, ja. Daar. Ja, headshot, natuurlijk. Ja, ze gaan jou nog pushen natuurlijk. Ja, ze pushen mij nu. Ja, hij springt er vanaf, hij sprong er vanaf. Ze kan wel binnen nu. Zijn ze al binnen? Ja. Alles raken, hè, die gast met zijn AK. Nee! Nee! Dat meen je niet! Hallo! Hij zit boven bij mij en maakt me af nu. Ik ga naar boven. Twee man boven. Er zit twee man boven. Exact waar je zit. Volgens mij zijn het ook twee verschillende teams. Nee. Ja, die gast kreeg mijn kill, terwijl ik door iemand anders gefokt werd. Ik werd gefokt door Dick on Hands en die man zei, die kreeg de kill. Komt er uit. Ja! Hoppa! Headshot, je was ook gelijk weg, hè? Dat vond ik al heel, heel bijzonder. Hij was net gejumpt en hij heeft je gelijk een headshot weg. Ja, man. Something smells. Ja, die ene gast was ook kut. Die ene gast was ook kut, joh. Die hekken zijn echt kloten, hoor, dat je daar niet doorheen kan schieten. Ja, dat is sowieso heel slecht. Dan. Dus Amstel is even weg. Ja, even twee tellen. Ik ben. Doe ik ook even een telefoontje. Wat eten support through this year to both of you old and new subscribers. 2017 is a blast and I'm gonna start making new content in 2018. Hope you guys will like it, and yeah, let's make more music. You could think that I'm a freak when I'm talking to myself, but it's like I was too weak to be so. Oké. Okay. Ja, iedereen er weer. Ik ben ready, alleen een Barcelona. Is er ook? Ja.
Kan mensen nog leuke dingen doen met oud en nieuw? Ah, ik ga lekker traditioneel. Vreten en spelletjes spelen. Big Mistake. Om bordspelletjes? Ja. Big Mistake komt. En met andere vrienden, mijn schoonouders. En dan vuurwerk afsteken. We hebben in Duitsland een lading vuurwerk gehaald. Oh, doe maar. Ja, dat is maar niet zo ver. Ieder jaar twijfel ik weer, weet je wel. Dan ga ik, zal ik kopen of niet, dat kopen of niet, maar... Ik heb het een paar jaar niet gedaan. Ja, ik denk dat het een keer leuk om weer te doen. Ja, vorig jaar bij de mensen waar ik was, ja. Die hadden ook wat vuurwerk gekocht. Was toch wel weer leuk, maar... Het wordt zo prijzig als je al een beetje een leuk spul wil. Nou, ik ben zo voor een paar dingen, dus was je al zo 200, 250 euro kwijt. Ja. Vind ik veel geld. Voor, nee. Ik heb redelijk wat dingen. Ik heb voor 140 euro heb ik nu. Maar daar hebben we echt iets van 9 cakes van. Nou, oké, okay, dat is ook cool. En dan nog Romeinse pijlen met ieder 30 shots erin en wat anders. Nee, lachen. Waar gaan we naartoe? Ja, ik... Ja. Ja, gaan we naar George? Wel lastig hoor. Wel een hele lastig, want je komt hieruit en je wilt daarheen. Ja, nou zeg het maar, we kunnen ook Primors pakken. Ja, ga wel. Jump maar gewoon. Oké. Ja, maar je moet early shooten denk ik. Ja, dat sowieso. Nou, ik hoop hier een auto te vinden eigenlijk, deze weg. Oh, ik moet echt complimenten aan Katoen geven hoor. Die headset die hij heeft opgestuurd is zoveel beter. Hey, en hij heeft een mooie webcam meegestuurd. Dus, ja, daar heb ik hem ook al aangegeven. Ik moet nog een aantal dingen regelen voordat ik die ga gebruiken. Dan wil ik echt... Is er even plastische chirurgie of... ja, onder andere... Nee, maar ik wil echt een greenscreen hebben. Ik wil echt iets hebben waardoor ik gewoon achter me kan hangen. Dat ik niet de hele tijd shit moet verwijderen en zo. Maar ik heb gewoon op de wand achter me hangen familiefoto's en zo. Ook van mijn neefjes en nichtjes. En dat wil ik niet. Nee, logisch. Die hoeven niet allemaal in beeld te zijn. Nee. Heb je niet een Heineken-handdoek die je erachter kan hangen? Nee, ja, goed. En dan moet ik ook iets hebben waarmee ik dat makkelijk kan ophangen en verwijderen iedere keer. Dus. Hier een buggy. Okay, als die cirkel goed is, dan kunnen we nog ja, steeds. Verderop is een buggy, Giorgio. Ja, Alex. Heb ik ook gezien. Daar wou ik naartoe gaan. Ja, cirkel is goed, jongens. Voor Giorgio. Nou, laat hem pakken dan. Kun je mij oppikken, Alex? Ja. Moeten wij alleen nog iets van de auto zien? Ja, ik zie iets verderop staan. Kunnen jullie naar deze weg gaan? Naar dit stukje? Mijn marker, blauw. Daar staat wat. Ja, ik zie ook nog een buggy staan hier bij die compound hiervoor, Amstel, die links. Oh. Er staat een buggy achter. Ik ga daar wel droppen. Michael Kroek, Kolchik. Kolchik. Ja, een beetje Russische gevangenismuziek. Nou ja, hij zingt over tatoeëerder in de gevangenis. Waarom weet jij dit soort shit? Ja. Echt, ik zweer het je, Ambassador is gewoon een lopende encyclopedie over echt alles en niks. Van nutteloze feiten. Ja, het slaat er echt op. Is dit een lift voor mij of? Ja. Oh. Als je dat aan durft achterop de buggy, zie ik. Ja, ik zeg het op. Ik rij even niet. Nee, zeg maar, want dat is bij deze dingen afgehaald. Ja. Oh. Oh. Ja, stop maar.
schiet iets op mij. Ja, Amstel natuurlijk. Oké. Waar wil jij heen, Amstel? Wat moet je doen om die band te raken? Ik ga even naar de... Ik ga naar de containers toe. Ga ik looten. Hebben we allemaal... pak daar die warehouses even. Oké. Dan moet ik mijn plannen bijstellen. BK's wel ook de containers pakken. Ja. Kan toch ook nog. Ja, ik heb hier al, ik heb hier alle loot die ik wil. Alleen nog een scoopje hebben, dan ben ik klaar. Oh, echt? Oh, je containertjes staan daar blijkbaar. Drop is heel ver gevallen aan het begin. Ik zat net te denken dat zou helemaal mooi zijn als we hier nou ook nog even een mooie drop krijgen. Die altijd ligt. Nee, dat mocht niet. Ja, ik wel voor de Tommington. Of zit er een AR nodig iemand? Ja. Wil ik ook wel. Ja. Dan moet je zo meteen wel even bij me langs komen. Ik zit redelijk vol. Ja. Ik heb wel sniper attachments nodig. Oké. Vind je al wat een bessere? Ja, ik heb wel AR's, maar verder valt het een beetje tegen. Ligt hier een mini ook. Ja, dat ben ik echt niet. Dus ik ook. Lekker. Ja, natuurlijk liggen er al in, maar level 1 best ook. Hier op geel ligt level 2 best. Ja. Ja, nou goed, ik kan maar nog even heen zo als ik klaar ben. Ja. Ik hoop eigenlijk dat ik hier al wat vind. Hey, Huilet, hier heb je een level 3 vet bij mij. Ja, je bent een beetje ver weg. Ja, nou, dat moet ik niet houden.
En B-kaartje is dit. Ik drop hier een level 3 vest, een compensator AR, een suppressor SMG en een extended tank SMG, want ik kan het gewoon niet meer meedragen. Ja, drop het lekker. Verdieping? Beneden allemaal. Oké, kom nu aan. En een VX-code toevallig? Toevallig. Toevallig 3 VX-codes. Oeh, vierkens schoven in het huisje. Oeh, echt? Ja. Gelijk hier binnen gaat. Feels good. That feeling when you find a level 3 scope, level 4 scope. Ja. While your teammate has been searching for it. Maar deze is wel gewoon... Ik wou eigenlijk terug naar mijn originele flatgebouw gaan, waar ik half het loot was. Dacht ik, nee, ik moet hier. SKS op mijn locatie. SKS, markt. That feeling when you have 13 energy drinks. And you can 14 energy drinks and you decide to open a gas station. A quickie mart. That feeling when you find that 4x scope that your teammate wanted so badly. That feeling that you find a TP28. That nobody wants. It's the best gun you found so far. Ook een AR suppressor in dit flatgebouwtje. Oh, lekker. Die leuke. Nee, ja, die heb ik zelf. Oh, en sorry. Natuurlijk een Redzone van mij. Godverdikke. Ja. Wie wil die vierkens kopen? Ik ga hem droppen. Ik wil hem wel. Ja. Ik drop hem onderin mijn gemarkeerde gebouwtje. Alsjeblieft. I shouldn't have gone away. Oh, ik ben helemaal level 3. Hey, bedankt hè. Leuk dat je het even laat weten. Zat hij niet zo te huilen om dat vestje nou, of niet? Ja. Er liggen hier genoeg level 2 vesten. Dus. Redzone. Tikka waar. Ja, is toch niet bons. Ja, mij wel. Oh, was er wel. Nee. Oh. Ik heb ook nog een 4x scope voor je in Bessene. Fuck it, ik ga er. Lagen er gewoon 2 in dit flatgebouw. Ja jongen. Flatgebouwbewoners. Ik heb de shit voor elkaar jongen. Dag. Volgende cirkel is ook wel lekker. Wat? Volgende cirkel zit ook nagenoeg in. Oh, zo. Ik verstond, een volle server is ook wel lekker. Hè? Wat zeg jij nou dan weer? Dat is ook zo. Iemand een 2x scope nodig? Nee? Oké, okay. Net. Iemand een medkit? Je hebt een compensator AR nodig? Nope. Yep. Die heb ik ook nog over. Ja, ik kan er 2 gebruiken. Ook niet eventjes half beschaafd en bescheiden, hè? Nee, doe maar gelijk maar 2. Gast. Ik krijg bijna huilen hier, joh. Die loot is echt zo slecht. Nou, Jankert, kom eens hier dan, want ik heb hier nog een 8x scope over. Wacht, oh. Ik denk misschien komt hij droppen bij mij. Over ook toch? Ja, ik drop hier een compensator AR en een 8x scope. Ligt in dat kleine fuckcheckje wat open staat. Good luck to the first miner. Wil jij die scope hebben, ambassador? Ja, graag. Nou ja, goed joh. Wat, heb je een sniper? Nee, ik heb alleen AR's met 2 keer. Okay. Maar goed, als je 4 keer... Nee hoor. Ja, ik heb ook een 4 keer. Okay, nou Alex, heb jij die SKS gepakt? Nee. Ligt dat kut ding aan je? In de zijkamer onder hem. Oh ja, hier is die. Kijk hoor. Fijn hè, als Amstel zo'n beetje het halve team equipped. Nou ja.
Auto. Oh. En dan ben ik. Welke fuckshack? Ja, mijn marker. Die heeft er nog een vierkerscope nodig, want die heb ik ook nog over. Ja, doe mij die vier keer maar, dan kan die andere die acht keer. Ja, kom maar bij mij. Oh, je hebt die acht keer. Oh, die ligt hier. Oké. Okay. Neem jij die acht keer maar. Ja, ik heb liever een vier keer. Ja, hier. Kom maar. Ik heb een vier keer voor. Hier ligt er vier keer, alsjeblieft. Oké, okay, en die acht keer lag hier op de eerste verdieping. Iemand nog extended quick draw voor een sniper rifle? Ja, ik. Goddomme, waar ligt die. Waar heb je die acht keer neergelegd dan? Ja, die heb ik hier. Oh, kijk. Ja, die lag sowieso in die fuckcheck, lag die. Oké. Okay. Dus je was sowieso op de verkeerde plek, hij ligt nu hier buiten. Yes, lekker. Alex is niet meer helemaal wakker, hè? Ik zei al drie keer in de fuckcheck. Ja, godverdomme, ik heb alles doorzocht, man. Ga zoeken daar, joh. Ik heb nog steeds level 2 vest nodig, trouwens. Dus, Ja, dit, als je dit flatgebouw zit, dan ligt er wel één in. Circle is moving. Pak even die buggy. Level 2 vest hier. 556 ammo hier op mijn locatie. En 762 ammo. Dus, Ambaster, nog niet zo fout. On my way. Als iemand nog Extended Mag AR wint. Hey, Patje, hebben wij al iets van. Vreedmachine of een Vreed Spirit is wel beschikbaar. Hier ligt nog een level 3 vest op blauw. Ik denk dat we Abbas het wil aanhouden. Waar? Blauw? Ja, donkerblauw. In de red zone hall. Mooi. Was dat net een drop nou? Waar? Ja, maar je vraagt je even af wat hij de laatste 10 minuten gedaan heeft. Voor mij heeft hij echt in een hoekje zitten rukken. Ja, echt. Er lag echt geen ene fuck bij die kut. Hij zei, ik ga even naar die containers toe. Toen 10 minuten zien bewegen. Geen... Ik hoor ze zelf zo huilie zijn. Daar kan ik er zelf wat van, maar dit komt echt los. Ik ben nog een pan. Moet iemand nog een extended mag voor SR hebben? Waar lag die red dot? Ja, bij mij. Even bijna. Okay. Heeft iemand compensator sniper even nodig? Ja, die wil ik wel. Je krijgt een flash hider. Magically transformed to in een vlees verstoppen. Zullen wij die compound gaan halen? Ja. Dan zie ik het goed, hè? Oh. Ja, pak deze bug wel. Achter de bug is binnen.
Oh, ja. Drop moet rijden we ook op af dan. Beek, laat mij even bij jou instappen, want die... Zo'n buggy dat niet goed moet vallen. Ja, thanks. Welke compound willen we? Willen we een park of willen we die, deze? Oh, wat de hel, wat de hel, wat de hel! Ja, vooral door de lucht heen, hè? Oh, die was mooi. What happened? Ik zat op mijn mond te kijken. Je ging echt heel hoog de lucht in. Geen geintje, echt heel hoog. Gewoon net zo hoog als dat huis daar. Zo hoog was je in de lucht. Blauw, of? Blauw. Geluid maakt die Jeep tegenwoordig, man. Ja. Kraken, mikken, gebak. Alex, ik zou hem niet via de weg benaderen. Ik wil dit heuveltje erin pakken. Hij zegt, je wil hem via de heuvel benaderen en dan rijdt hij er zelf. Nee, je hebt toch een fucking heuvel, of niet dan? Ja. Kijk, er staat op 210, die andere compactor staat een Dacia buiten. Dit staat... Een niet-lovense plek. Ja, daar staan ook deuren open. Bij die watchtower staat de deur open. Nou, zullen we gewoon erop af? Hebben we hierna nog een auto? Nou, mee? Bij die Dacia loopt er eentje, je weet. Kan je erop schieten of niet? Hij zit er binnen. Mag ik ze pres schieten? Op geel zit één vent in de huizen. Hij gaat nu. Hij moet nu eruit. Bijna. Gewoon eerst even deze. Hij loopt buiten, kijkt naar ons. Hij schiet op ons. Hij heeft mij gezien. Dit is open. Nee, dit is niet geloot. Ligt een SKS hier? Voor. Hij is in de auto gestapt. Ja, dat is Alex. Ja. Hij rijdt weg. Dat was die gast ook die op jullie schoot. Ja. Oké, okay, die kan er even wat boosters gebruiken, want ik moet er vanaf. Ik moet hier echt even wat boosters droppen, boys. Ik heb ook meer dan genoeg. Ik heb ook meer dan genoeg. Ik drop er weer 3. Waar zit je? Gaan we zo met de auto naar binnen? We moeten verder weer, jongens. Ja. Ah shit, dan was toch die ene compact best geweest. Gaan we gewoon lopen nu? Nee, even met de auto het moeras in steken. Hier. En dan kunnen we van daaruit kijken wat we willen doen. Want je wil niet het open veld over. Wie is nummer 3? Beekhuis. Aantreden. Is hij. Hier bij ons staat de auto. Ja, kom aan. Alex pakt zijn eigen auto. Ja. Is goed jongen, als die auto beter wint, helemaal mooi. Bucky heeft hij. Ga ik de compound pushen of wat wil je doen? Ja. Ja, dan ga ik voor het garage. Ja. Prima. Altijd. Lopen, ga erin, jongen. Oh. Je ligt niet geloot, liggen allemaal 5 en 6. Jawel, dit is geloot. Oh. Nee, er stond de deur open. Ik zit in het huis naast jullie. Oh, shots! Ja. 2:15, ja. Het huis. Ja, ik zie hem, hij rent naar beneden. Deze. Oké, dat was ook bijzonder, ik was al weg. Dan krijg ik in één keer een hit. Ik zie hem niet. Ik ook niet. Meer.
Hij zat aan de zijkant nu van het huisje door zo'n klein raampje te schieten. Ja, hij zit ook in de three story, de hele hoge. Welke is dat? Three story. Er is maar één three story. Oké. Dit zijn schoten aan de kant van Alex. Ja, maar verder weg. Die zit niet hier. Wie deed de deur open van ons, iemand? Ik. Ik heb hem één keer geraakt. Oh, hij heeft mij gezien. Maar zit hij in die three-story of in die three-story? Ja, bovenin zat hij, daar raakte ik hem één keer. Ja, maar ik zie niemand in three-story, dus er zit er nog eentje in een huis links daarvan. Fuck. Oh. Godverdomme, schiet je natuurlijk weer in dat raam. Nee, op even kijken, rechts voor je, dus hier ook nog een laag gebouw op geel en oranje. Daar zit er eentje. Hij zit bovenin daar. Hij zit links achterin nu. Hij beweegt heen en weer. Twee en hits weer, op die gast in de tree story. Ik had hem ook een keer geraakt, ja. Oh, fuck. In die lagen nog, steeds ook. Zij moeten naar ons toe, hè? Zij moeten naar ons toe. Iemand springt door een raam. Maar, ja, hij is eruit, ja. Hij is naar rechts gegaan, hij is naar, laat me zeggen, 205 gegaan van ons weg. Die komt ook bij dat andere huis. Pak een auto. Wat dat nou, joh? Oké, zij gaan ons op wachten, move. We lopen? Nee, we gaan dat fucking observatory pushen, denk ik. Alex, je zit achterin. Wat willen we doen? Gelijk doorpushen naar de observatory? Ja. Links van ons. GP28. Ja. Oh, dat is. Boven lijkt clear. Ligt hier, ja. Een car beneden. Mini hier nog. Spotten, okay. 200. Ik zie hem nu even niet meer. Achter bomen zit hij. Zit hier close. Heeft iemand 762 voor me, of is het maar één clippy? Ja. Nee. Ik heb ook hier. Waar ben jij, mensen? Beneden ben ik. Oké, ik ben ook beneden. Die kar natuurlijk weer. Ja, ik denk ja, goed heb ik. Kan je in ieder geval een keertje een kill maken, hoor je zeggen. Spotter, 200 ja. Weer. Drie gasten komen hierheen. Waarom ben ik de enige die aan het schieten is? Ja, dat is behalve ben. Beneden ben binnen. Ja, precies ook niet. Jezus, mannenboeken. Dan gooit iemand een, hoe heet dat? Ja, dat was ik, die Molotov. We moeten zo meteen achteruit en dan die heuvel pakken hier. 10 over nog. Ik zie ze nog steeds lopen. 200 nog steeds? Ja. Ze lopen naar links. Ik move al, ik circle hem hier, hè. Oké. Okay. Fuck is dat? Dat was een auto die explodeerde. Oh. Boys, we moeten hier de cirkel pakken. Ja, we zijn bij je. Nog twee teams. Go! Oh!
dat voor een lag? Hey, let op, cirkel. Hè? Nou, dit moet je terugkijken. Dit sloeg helemaal nergens over. Kut. Wat is dat? Oh, zat je er buiten? Ik lag buiten de cirkel te healen. Ik denk, ik lag erin. Ze zijn daar helemaal achterin. Triggeld zag het ook. Kruipen ze, kruipen ze op de grond. Ik zie er één. Hey. 230 ligt hij dood. Dus insta? Als een, ja. 230 nog eentje, liep er eentje. Ja, daar lopen er twee daar. Bij ons 250 jongens. Ja, dat zijn de enige, dat zijn de laatste. Wat twee cars, jongen. Ik heb een headshot op hem. Eentje is knocked. Links zit er nog één, 245 nog één. Moeten pushen. Eentje is knocked, hè? Ja, 245. Net boven die heuvelrand uit. Hoppa! Yes. Lekker. Lekker. Ja, Trigel, dat was echt bizar. Als je dit terugkijkt op mijn stream straks. Ik had die heeft iemand geklipt? En, wat zeg je nou? Ik zeg, heeft iemand het geklipt? Hoezo? Ja, dan kan ik het terugkijken op je stream. Oh, dat weet ik nog niet. Oké, ik ga hem uitzetten. Je gaat hem uitzetten. Ik doe nog één potje, dus wie wil ik doe ook nog eentje. Ja, ik ook. Yo, later. Hey, later Alex, was leuk. Later, thanks for the games. Bam, daar ben ik dan. Bam, ik wou net zeggen. Hé, maar dat zag er bizar uit, of niet, Trigold? Trigold? Ja. Ik had hem genokt en hij bleef gewoon staan. En ineens kwam out of nowhere kwam die andere gast. Ja, ik zag het knocked in je scherm staan inderdaad. Maar hij bleef nog staan inderdaad. Nou, ik zat al te denken van staan ze achter elkaar? Ik snap dat ook niet. Nee. Nou, en dat die andere gast me niet gekild heeft was wel helemaal vreemd. Nou, kom maar met dat derde kipje op een rij. Ja, dat is wel bizar. Kippetje first person voor mij. Gaat prima, joh. Ja, is ook best wel te doen. Het is wel even wennen. Weer die oude map. Ja, jammer. Ik mis er eentje. Ik mis Trigold. Ik vind het wel lekker die oude mappen. Trigo, jij zit er wel in, want wij zien jou niet er links onderin. Ik zie Player Unknown Battleground in het schot. Oh ja. Ik hoor een schot. Dus... Ik was even geantapt, even kijken of ik een clipje kon maken. Maar dat. Nou, je moet echt gelijk op clip klikken. Ja, ja, ik was al te laat. Ik heb ook nog één mooi clipje van Amstel. Dat was niet zozeer van mij vol, maar dat was. Nee. Dat is katoenplukker die. Dat is katoenplukker die helemaal los. En dat Belgische accent is alles ook nog wat mooier. klinkt het wat liefelijker hoe erg was. Als dat überhaupt kan. Wat willen we doen? Giorgio of Jasnaya? Ja, zo kun je naar. Maar de winning formula is Giorgio, man. Maar Jasna is ook wel een keer leuk, ja. Oké. Okay. En Besser een paar containers. Ja, fuck dat. Huil het zeg, jongen. Maar ik heb nu echt redelijk goede kill gemiddeld. Vorige rondje 3 kills, de keer ervoor, ik heb 4 of 5. Daar had ik. Ja. Zit nog zat in trouwens. Altijd wel. Be busy in Georgia Bowl.
zie je rechts mensen. Drie stuks. Front six pakken? Nee, ja. Ik denk dat wij het wel alleen hebben. Ik weet niet of er nog mensen al vroeger gesprongen zijn. Ik pak back six. Ik aim op de back six ook, maar kijk even hoeveel sheets er open klappen. Containers, 1, 2. Twee zieke containers. Ik zag daar sowieso drie shooten. Drie bij containers. Nee, vier zieke nu bij containers. Best pak jij die 84. Oké. Pak ik deze. Deze pakt weer zijn warehouses. Ja, man. Hé, hey, arme gast, ik heb wel medelijden met die gasten daar op containers. Die vinden daar helemaal niks. Ja, je moet medelijden met mij hebben, joh. Ik heb geen backpack en ik heb gelijk een 4 keer scope en 8 keer scope naast elkaar. Jezus. Wat? Nou, die wil ik duidelijk geen hebben. Wat? Ik vind het wel mooi dat dat gebeurt. Hij wilde wel heen. Nou, ik vind het iedere keer wel bijzonder, gewoon de loot die we hebben. Valt niet tegen. Ach, toch? Als ik constant aan het kalen, joh. Dat is gewoon gek van te worden. Ho, ho, ho! Ik zie geen zak hier, hoor. Een compensator AR. Dat is nog het mooiste wat ik heb opgeruimd. Nou, hey, ik open de deur. M16 en SKRL op elkaar. Mijn wat god. Wat is dit voor een beuk? Ja, mensen. 180 kogels. Oké. Okay. Binnen... Eén huisje. Oké, okay, raar. Level 2 vest bij mij nog. Eventueel een AK hier op de grond, bij mij. Ja, dag. Ik heb er een compensator voor, ik denk dat ik mezelf neem. Fijn hè, iemand die zo iets aanbiedt en het dan weer opneemt. Fijne teammates. Nee. Pak mij, pak mij. Nee, ik heb compensator voor ik mijn scharrel. Ik wil hem niet eens meer. Hou hem. Ik heb hem voor mijn scharrel. Als het zo moet, bah. Echt afschuwelijk. Level 2 backpack ook eventueel. Moet alleen nog een level 2 items hebben. Een umpje. Sniper. En nog een Skarrel en een 16 op elkaar. Ik weet niet, zijn er nog mensen? Moet je nog een level 2 vest hebben, Amstel? Ja, ik heb nog geen vest. Die ligt hier boven. Dank u zeer. Doe mij maar een scope dan. Doe mij maar een scope dan. This guy. Niemand nog een M16 of een Skar? Nope. Hey, wat gaan we doen? Willen we die gasten meteen naar eens pushen? Nee, we gaan gewoon lekker wachten hier. Ik scope het rond. Die scope pas mooi op mijn S12K. Maar lag die... daar is het vestje. Oh. Mijn level 2 helm ook nog, ja. Lijkt als de neet hier, man. Ik moet nog een AR hebben. De mini is kak tegenwoordig, hè? Ja, dat heb ik gehoord. Ik ben een beetje aan het oefenen met de SKS. En dat gaat... Ja, die is lekker. Nou, dat gaat de ene keer beter dan de andere. Net schoot ik er echt helemaal niks raak. Ik schoot net ook niks raak met Jeskes, terwijl ik gewoon recht op zijn hoofd aan het richten was. Ik zag Amstel op die drie mensen... Ja, dat ging helemaal nergens over. Nou, toen jij als enige op die drie zat te schieten, ik denk nou, waar is je aim? Ja, dat bedoel ik, dat was full potato. En vervolgens de gast op het eind, die nokte ik dan wel weer met een headshot in één keer. Ja. Ja, maar die aim, die kogels, het is echt anders in deze 1.0. Maar ik ben wel blij dat die rubber banding weg is. Ja, dat maakt het. Er wel andere rare dingen, maar. Dat was echt een haat. Gaan we nog kijken of die mensen ons pushen? Ik kijk wel af en toe die kant op, maar het is niet echt logisch dat ze naar ons pushen. Nee, zou ik ook niet zeggen. Heb jij
iemand een buggy, maar ik weet niet of iemand anders nog vervoer had gezien, toevallig. Niet opgelet. Niet gezien in ieder geval, nee. Oh, twee first aids naast elkaar. Heeft iemand nog een extended mag AR nodig? Ja. Ben jij dat ik hier ben? Nee, dat ben ik. En wij allemaal niet. Ja, maar ik kan niks meer gebeuren. Ik heb protective glasses op. Nou, dan doe ik maar gelijk even deze ballistic mask aan. Dan ben ik gelijk kogelvrij. Ik ben iets minder tevreden over de loot tot nu toe. Ik vind dat nog. Ik hou ervan. Ik heb bijna geen 5 of 6. Moet iemand nog een level 2 vest? Ik heb 380, 5 of 6. Nou, dan kan jij gelukkig wel missen. En ik mis mijn sniper, verdorie. Hebben we ik kan mijn mini oprapen. Hebben we zicht gehad op die, buggy? Nee, volgens mij reed die weg. Zo klonk het in mijn oren. Je moet nog vervoer regelen. Hé, hey, waar lag die, mini? Die pak ik wel op. Derde huis volgens mij. Op de turquoise. Oké. Turquoise. Ja, en die oranje, dat noem ik zalm. Ja, die turquoise van jou noem ik lila. Dat mag. Wie is hier de designer? Ga je of ik? Ben jij een designer? Is het designer? Great designer. Hey joh, ik ben kleurenblind als de tering. Dus... ja, lach maar. Waarom als ik dat zeg, hè, dan lachen mensen altijd. Ja, dan ben je toch achterlijk, denk ik. Mij, waar lacht die mini? Ik zie wel allemaal... Oh, hier zo. Ik zie 160. Ja, ik heb de kogels gepakt. Was in de badkamer. Ja, nee, maar ik zag echt alleen maar M16's overhalen. Hey, maar Triegeld, heeft niemand jou ooit nog gesnapt op jouw werk dat jij met die stream open zit? Nee joh. Ik zit in een hokje en ik heb meerdere schermen. Maar ik kijk ook alleen in het begin, dus tijdens het looten. En de laatste 15 of zo. Als iemand een level 2 helm tegenkomt, heb ik maar. En tussendoor kijk ik al, hoor. Maar ben ik wel op mijn werk. Ik kan geen voertuig vinden. Oké. Okay. Dat kan lastig zijn. Ik ben ook op zoek naar een level 2 helm. Die heb ik hier. Over? Mijn locatie. Ja, over. Amsterdam. Hey, first come, first. Nou, nah, pak maar. Ik ben toch nog een vehicle aan het zoeken. Ik ben ook niet dicht bij Amsterdam. Maar ik ga die kant op. Nou, Amsterdam had nog kogels nodig. Ja, daar ben ik inmiddels enigszins van in voorzien. Maar ik draag veel ik heb, te veel over andere shit. Ik heb alleen nog een red dot nodig als iemand die vindt. Ik moet van mijn first aids af joh, ik heb er hoeveel? 9. Nou, dat is best wel veel ja. Blauw komt er nu aan, ik zie geen vehicle hier. Ik heb een buggy, dus kom maar, wie er bij mij mee komt. First come, first serve. Nou, ja. Verderop staat een buggy, maar er staat bij containers. Ga even kijken. Ja, dan pakken we die bij container. Lock buggy. Nodig, Amstel? Nou, nu even niet. Oké, okay. Yep. Ja, ik ga langs de weg. Het is echt leuk. Kijk eens af op waar deze weg staat. Ja, ik zou kijken. Nee, pakken we bij die. Beekhuis pakt hem bij. Ja, ik pak hem daar. Het is alleen een beetje. Ik schat dat die gasten wel weg zijn. Laten we maar naar links gaan, Amsterdam. Ja, die moeten wel geboet. Ja, dat kan haast niet anders toch? Ja. Helemaal als dezelfde looters jou. Ja.
gaan met 4 man erop. Maar ze moeten daar al lang klaar zijn met looten, dus de enige reden dat ze dan kunnen zitten is dat ze ons willen wachten. Oh, kut! Wat? Wat heb je wat ik dacht van? Waar gaan we trouwens heen? Even een marker. Ja, sorry. Okay. Ik zeg vrijwel noord. Ik hoor dat Ins zijn wifi wat stabieler is. Ja, dat klopt. Ja, ik weet niet waar hij over is. Hij zei laatst dat het toch wel een beetje meer is. Dat achterop piggybacken hielen en zo. Ik kan niet eens first aid hier op die buggy. Hij begint wel bij mij gewoon. Een pinkelen lukt wel. Ah nee. Hij komt ook wel. Ja, ik heb geheeld. Ja, pak. Oh, gaat zo. Oh god. Ik wil ook niet richting school rijden. Living life on the edge of the red zone. Zou ik wel even gaan hielen? Wat gaan we doen nog, joh? Hij gaat ook gewoon dwars door voor Jinky heen. Ik ben wel. Stop wel even aan het beste, dat heel normaal. Oh, maar ik moet hielen. Ja? Ja. Wat? Eens een vraag wat hij gedaan heeft. Yo, vette drift, bro. Geen boompjes meer aanraken. Oh. Het veld hier is ook echt debiel. Ja. Oh, red zone. Nog een red zone. Waarom ook niet, hè? Oh, gast hier, gast hier, gast hier! Oh, ik ben knocked, ik ben eruit. Er zit hier gast op het randje van de cirkel. En een redzone op je dak. Ze zijn allebei genokt, ja. Bedankt jongens. Zo was het niet. Naar mijn body, hé. Naar mijn body. Ze staan erop. Ja. Naar mijn body. Rij ze plat, jongen. Maak gewoon een quick win erop. Op mij ook. Ze proberen me nog te killen. Ze looten me nu. Over mijn body heen rijden. Recht op mijn body heen. Ja, laat mij Gewoon rijden! Gewoon, jongen. Dude. Gas. Wat is dit? Wat is dit? Nee. Hij glijdt er fucking blauw in. Wow. Dude. Dat was natuurlijk niet nodig om erop af te rijden. Oh man. We hadden in ieder geval nog een serieuze poging kunnen wagen om ze even te pakken. Hoe slecht ben je rijden dan? Wat is de rating, Amstel? Nou, nog een potje, want zo snel als die ging, kan ik er nog wel een. Of is iedereen gestopt? Kan wel. Oh, ik heb het idee dat Ambassador een beetje een rage quit heeft gedaan. Ja. Nee? Ik stop ook. Mijn rating, Amstel. Mijn rating. Gaan we nu... Nou, dan houden we maar op voor vandaag, want ik moet ze nog wat even klusjes doen, boodschappen en zo. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het meespelen, leuke potjes, pak een kip. En thanks for watching, guys. Hey, later. Tot later.